Er komt ondertussen ook... Miguel, je plaat komt er zo meteen aan, maar hier staat plots volk in de studio. Hallo, goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja, het zijn heel beleefde mensen. Miguel, sorry, hè. Ik heb even bezoek. Ik moet even de deur openmaken, zoals ze zeggen. Maar Zara komt eraan en haar lichaam. Is het goed? Ja. En gaan, tijger. Gaan. Yo, zeg, hallo, Wout. Ja, ik ken jou nog. Wacht, en Lennert. Nee, dat is niet. Ik had gegokt omdat er in het groot Lennert op je t-shirt stond. Maar wacht, jouw naam ben ik. Ja, ik kan niet de hele strafste school onthouden. Dames en heren, de strafste school, PTS uit Mechelen, de strafste school van 2015, is hier zo net binnengekomen. Allee. Niet volledig, want die geraken hier natuurlijk niet allemaal binnen. Gasten, hallo, wat brengt jullie hier? Goedenavond. Ja, wat komen jullie doen? Wij komen u proficiat wensen. Dank u. Waarmee? Je hebt fantastische dingen achtergelaten op ons school. Oei, heb ik weer... Ik dacht dat ik echt in de potkak had gedaan, maar toen... Dus heb ik, dat gebeurt wel eens. Nee, wat heb ik achtergelaten op jouw school? Dat is de sfeer. Is echt? Ja, zeker weten. Maar niet aan het zeveren, meen je dat nu? Ja, zeker weten. Alright. En jullie dachten van, we komen dat hier even vertellen. Weet je waar dit om vraagt? Zo'n klein stukje James Last. Komt-ie. Dat was wel genoeg, denk ik. Alright, en jullie zijn helemaal naar hier gekomen om dat te vertellen? Ja. Of was er nog iets dat u wou zeggen? We hebben nog iets bij voor u. Oké. Okay. Wout. We hebben onze grote tyfo in stukken geknipt. We hebben Zaka apart uitgeknipt, u en Jelle helemaal apart uitgeknipt. Misschien moeten we even terugspoelen naar mensen die het gemist hebben. Boe! Dan, dat kan natuurlijk, hè, want op dit moment luistert heel Vlaanderen. Oh mijn god, kijk. Dus wat er gebeurd is, een paar weken geleden, het is nog niet zo heel lang geleden, hebben we de strafste school van 2015 verkozen. Voor de vijfde keer hebben we dat gedaan. Oh mannetjes, je krijgt weer al moeilijk. Dat is dus PTS in Mechelen geworden. En een van de coole dingen die we daar gezien hebben tijdens ons jurybezoek is een tyfo van, laten we zeggen, ongeveer 7 vierkante kilometer groot. Hij was echt zo groot als een volledig schoolgebouw. En een tyfo is dus een gigantisch spandoek, zoals je ook wel eens bij het voetbal ziet. En daar hebben jullie nu dus gewoon het logo van de strafste school van bij. Dat kan je nu bekijken op mnm.be/live. Wat mooi. En dat gaan we hier dan ophangen ergens, denk ik. Dat mag zeker. Dat is schitterend. Echt. En wij krijgen dat, wij mogen dat echt bijhouden. Ja, alleen dat. We hebben ook voor alle drie de juryleden een apart pakje. Een pakje, zeggen ze dan. Een doos waar echt volledige golden retriever in kan. Het is geen golden retriever, denk ik. Ik heb ermee geschud en het maakt geen geluid. Mag ik het openmaken? Zeker en vast. Is heel mooi ingepakt ook. Ah, en jullie zijn ook net op tijd voor het feestje. Zo meteen kunnen we... DJ Frequency, die is in jullie school komen draaien, die kan zo meteen even ten dans spelen. Wacht, hè. Ik mag het echt openmaken, want ik ga scheuren en zo. Hè. Doe maar. Zitten er verse groenten in? Want ik heb vorige keer in jullie school echt heerlijke groenten gekregen. Ze hebben daar heel schoon courgetten in PTS Mechelen. Ter attentie van Tom de Kok. Zoeken jong talent van PTS Campus Mechelen, strafste school 2015. Leeft het? Is het een slang of zo? Nee. Nee. Is niks. Nee. Ik heb ooit eens een levende piranha gekregen, live tijdens de radio-uitzending. Dus sinds toen getraumatiseerd. Het is ook heel goed ingepakt, maar zo zijn die mannen van de tuinbouwschool dan wel weer. Even kijken, wat zit erin? Er zit een ander pak in. Het is een soort grondzeil voor mijn serre thuis of zo, denk ik. Of is het... Oh nee, dit is ook een stuk tyfo. Wacht, ga hem even openvouwen. Dames en heren, ik stil de grond. Hou je even in stilte bezig. Ja, dit gaat even duren, want het is zo groot als de studio. Je kan volgen, als je dit saai vindt op de radio, even mnm.be/live. En dat... Wacht, hè. Oh, maar wacht, ik ken hem. Dit is mijn hoofd. Ja, niet alleen uw hoofd. Oei, wat nog? Je lichaam. Ik had nog kleren aan. Heel uw lichaam staat daar helemaal op. Dat is, wat? Oké, we gaan dit zo meteen, want dit gaat, in de studio gaat dit helemaal verkeerd aflopen, maar we gaan het zo meteen hier even op de redactie helemaal uitspreiden. En dan... Hey gasten, dank u wel, allemaal. Jullie zijn helemaal uit Mechelen naar hier gekomen om dat te komen afgeven. Ja. Ik kan daar eigenlijk maar één ding over zeggen, dat is, zullen we even met z'n allen knuffelen? Ja. Kom hier, virtueel, hè. Dus pak elkaar maar eens goed vast. Zo, genoeg panfluit voor één dag, denk ik. Zullen we dan meteen ook, nu jullie hier toch zijn, er een klein feestje van maken? Graag. Want het toeval wil nu, maar jullie hebben dat waarschijnlijk echt expres gedaan, dat jullie hier exact op het juiste moment zijn voor... Het Nationaal Pauzemoment. DJ Frequency. Marathon Radio.